Welkom bij deze eerste duurzame inspiratietour over Eiburg, georganiseerd door NUON en Natuurlijk Eiburg, samen. We organiseren deze tour om elkaar te inspireren. Iedereen kan van iedereen leren en voor zichzelf bepalen wat jouw volgende stap zal zijn op het gebied van duurzaamheid. Nou, allereerst, duurzaamheid is heel belangrijk voor NUON. Daar werken we elke dag aan en dat doen we graag met onze klanten. Kijk, we hebben natuurlijk een heel groot netwerk waar warmte doorheen gaat. Op het moment dat er zeg maar minder gebruikt wordt, kunnen we met hetzelfde netwerk ook heel veel andere klanten gaan bedienen. En zeker in de toekomst is het heel belangrijk. En het scheelt gewoon in de portemonnee van onze klanten. Wij hebben een energierekening per maand van 80 euro. Het begint eigenlijk allemaal met iedere keer je beseffen dat als je iets aanzet, dat het gewoon energie kost. Welkom allemaal. Als ik nou ga kijken naar energiegebruik. Onze huidige energierekening is 12,80 euro in de maand. De CBS die geeft aan dat wij ongeveer op 1/5 van het verbruik zitten van een normaal Nederlands woonhuis. Nou is het zo dat wij kijken wel degelijk naar wat we doen, maar het is niet zo dat wij iets ervoor laten. Er kwam een jaar of 5 geleden kwam er een moment langs dat een van onze medebewoners die vroeg laadpaal in de garage. En dat leidde in de vergadering of tot de reactie, kunnen we niet veel meer doen aan verduurzaming? En toen een jaar later bleef bij de jaarafrekening dat die stroomrekening toch wel spectaculair gedaald was door die 48 panelen. Toen was de reactie van, hebben we niet nog een dak? Het mooie was eigenlijk die combinatie van iemand die zelf vakkundig is en een fantastische huis voor zichzelf, maar ook voor de omgeving heeft neergezet. En aan de andere kant het collectieve. Een VVE die samen tot duurzame investeringen komt in alternatieve energie. Het mooiste was ook het sociale kant daarvan, dat het ook mensen verbindt. Ook vertrouwen geeft aan elkaar. Ik heb een fantastische dag gehad. Ik vond gewoon de initiatieven heel leuk en wat eruit komt. En dat er eigenlijk wel heel veel op milieugebied al te doen is voor me door de mensen. Het werd voor iedereen een soort van sport om steeds zuiniger te zijn en steeds bewuster om te gaan. Dus dat was heel inspirerend. Dat hoop ik vandaag. Ja, dat neem ik mee. Wij vinden het echt super dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om met ons mee te doen. Want het is gewoon echt zo, je kan het niet alleen. En met alle Eiburgers samen kunnen we een heleboel. We kunnen gewoon de meest duurzame wijk van Amsterdam met elkaar maken.